wat langer, lekker fris uit de douche. Hoe is de training gegaan? Ja, helemaal prima. Als laatste training voor de wedstrijd zat wel een redelijk ontspannen training met veel vormen die de jongens wel leuk vinden. Dus volgens mij ging het wel oké. Okay. Het ging lekker. We hebben heerlijk weertje erbij, dus we hebben er heel veel zin in vanmorgen. Dus we hebben lekker de training gehad. Morgen spelen jullie tegen de hekkensluiter. Dit wordt dan eens een eitje. Nou ja, de vorige keer dat we tegen de hekkensluiter speelden was Fortuna volgens mij. En daar speelden we gelijk tegen, dus wat dat betreft geen garanties. Als je onderaan staat, dan heb je ook een groot belang. Ze moeten namelijk zorgen dat ze niet onderaan blijven staan, want dan degraderen ze. Dus ze zullen er alles aan doen om punten te halen. Dus ik verwacht geen makkelijke wedstrijd, maar ze staan natuurlijk niet voor niks onderaan en wij bovenaan. Dus je kan er eigenlijk al van uitgaan dat wij wel sterker zijn. Volgens de fans zijn jullie al de gedoodverfde winnaars. Hoe houden jullie scherp? Nou ja, door middel van de trainers die ons wel... erop wijzen dat het maar niet zo eenvoudig is. We laten wat video zien. Dus we laten wat zien van hoe de tegenstander speelt en wat van onszelf. Wat we goed en minder goed hebben gedaan. En daarnaast geef ik dan de accenten aan die wij hebben voor die wedstrijd. Wie waar moet gaan staan, op welke manier mensen moeten gaan lopen. Vertel je nog wat over corners en vrije trappen. Hoe de tegenstander die neemt en waar die zelf willen nemen. En nou, heel veel dingen zijn natuurlijk een soort van herhaling, maar daar komt het een beetje op neer. Sjoerd Ars, jij bent natuurlijk de topscorer. Wat doet het met je? Nou ja, goed, dat is voor een spits altijd lekker. En als wij gewoon doen wat we moeten doen, dan... Zie ik het wel vol in, ja. Dan moeten we die wedstrijd gewoon kunnen winnen. Je hebt er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in, ja zeker.